Wat zijn dat hier? Dat zijn Egret 2 mini-consoles van Taito. En die heb ik besteld bij Strictly Limited Games. En wij hebben deze cadeau gekregen om op te maken. Oeh, video. Oeh. Dit is een intro! De Egret 2 mini. Dit is een arcade machine die in 96 in alle arcades stond, zeg maar. Die heette de Egret. Ja, dat was de Egret. Okay. Dit is de mini-versie natuurlijk. Die was een stuk groter in de arcade. En er staan een hele hoop games op. Waaronder mijn favoriete game. Bubble Bobble. Even wat gameplay van Bubble Bobble op het scherm. Oh, ja, dat komt vast zo, want we gaan dit ding natuurlijk ook aanzetten. Hier zijn 5000 van gemaakt. Hij is niet zo te koop. Hij is in twee pakketten te koop die je op de achtergrond ziet staan. Ik laat wel even zien wat daarbij zit. Daar zitten nog extra controllers bij en allerlei goodies. Waarom is dat pakket duurder dan die? Omdat hier meer bij in zit. Hier zitten 3 controllers in en daar zit 1 controller in. Want je kunt het apparaat namelijk ook op de televisie aansluiten. Ik wil net zeggen, controllers? Er zit er al een controller bij. Jazeker. Maar dit is de base unit. Die zit in beide pakketten. En die gaan we openmaken om eens even te bekijken. Heel cool, heel cool. Maak hem open! Ja, we beginnen met een unboxing. Er zitten stickers in. Kijk dan, Taito stickers. Er is een stand voor bovenop het apparaat. Oké. Kaartjes. Kaartjes voor elke game. Nee, echt? Ja. Wat vet. Dat is echt heel cool. Ja. Gaat hem niet stuk, hè? Ja, ik doe het. En daar komt hij. Daar komt hij. Boom! Door die screen protector en even een dikke crease in zit. Maar dat is een screen protector. Ja, nogmaals, zitten kaartjes bij van verschillende games. Stroom en alles. Een hele handleiding. Stickers nogmaals. Vet cool. Stickers zijn cool. Dit is hem. De Egret. Ja, hij heeft dus eigenlijk zijn eigen boxjes. Ah, cool. Je kunt er ook een SD-kaart indrukken voor extra games. In beide pakketten zitten 10 extra games. Die hebben wij nu niet. De aan- en uitknop. Controller aansluitingen. HDMI. Koptelefoon. En je power. We kunnen niet echt batterijen. Dat is een nepkreppie. Oh, dat is gewoon nep. Nep. Oké, cool. Ja. Zullen we maar eens proberen of we dit ding kunnen aansluiten? Ja, zullen we eens proberen? Oké. Okay. Oh, en ook leuk. Deze kun je bovenop zetten. Op een of andere wijze. Maak hem niet stuk hier. Ik zou niet durven. Ik denk gewoon zo. En dan kun je dan die kaartjes inzetten. Dan kun je display van, oh, ik speel nu deze game, ik speel nu Bubble Bobble. En dan is je automaat iets meer Bubble Bobble. En dit zijn allemaal reproducties van de originele arcade games die je vroeger kon spelen. Dan had je dit zeg maar ook erop staan. Cool. Had je instructies. Ik zie dat ze in Japan zijn, dus dat heb jij niet veel aan, Ricardo. Echt wel. Ik ga stroom zoeken. Ja, geef me stroom zoeken. We zijn even van locatie verhuisd, want we hadden geen stroom waar we zaten. En wij hebben blijkbaar geen verlengsnoer of iets. Dus we gaan eens kijken wat hij doet. Voorbereiding. Oeh. Taito. Dit is wel spannend. Dit is super spannend. Choose language. Ik zie allemaal Aziatische tekens in Engels. Ik kan er maar één lezen, dus die kies ik. Dat geluid ook harder, dat is vet cool. Eens kijken of dat harder kan. Kan vast harder, maar hoe? Ik heb nog niet gelezen hoe dit werkt. Nou, spelers. Hier staan ook allemaal coole dingen. Oh. Oké. Boeien, spelen. Oh, hier is. Oh nee, laat maar. Laat maar zitten. Maakt ook niet uit. Nou, laat je een Bubble Bobble skills eens zien. Even kijken. Pirate Pete, wat is Pirate Pete? Haha, Piraten Pete. Je hebt ook console settings. Oh, je kunt op de achterkant kan je ook kiezen of je een joystick wil hebben die 4 kanten op kan of 8 kanten, zeg maar. Oh. Voor bepaalde games. Dit is fijn, hè? Dit voelt wel heel fijn. Dit voelt wel micro switchy. Oeh, nice. Bubble Bobble, laat me zien. Dat is de game. Ja? Weet je de camera niet aanstaan, hè? Oh, ik heb hem nou gefavored. Oh mijn god. Dit ding heeft ook save states. Oh, dus cool. Je kunt je games ook opslaan. Dat is wel vet. Oké.
Nou, laat maar zien. Oh, credits. Dan denk ik dat ik 10 moet hebben. 10. Nee. Nog meer credits? Oké, dat was hem. Voor zo'n klein beeld vind ik het wel echt heel chill. Dat is heel mooi. Oh, dit ziet er heel mooi uit. Dan zit ik heel slecht voor dat ding vanwege de camera. Maar dat geeft niet. Ik ga mijn best doen. Ja, dit is wel heel vet. De kleuren zijn ook gewoon echt heel mooi en fel. Het is echt een heel mooi beeldschermpje. Ja. Dat is een heel mooi beeldscherm. Is 5 inch. Dat ziet er echt mooi uit. En de sound is ook niet compressed ofzo. Het is echt een heel mooi geluid. Ik vind de knoppen ook heel goed reageren trouwens. Ja? Ik heb niet, ja, dit is geen goedkoop plastic ding ofzo. Dit is geen AliExpress automaat. Nee, dit voelt echt wel fijn. Dit is heel vet. En zoals gezegd, je kan hem ook op tv aansluiten en dan kun je een controller gebruiken om al deze games te spelen. Ja. Ik ga echt deze game... Wacht, hoe ga ik terug voordat ik alleen maar dit speel? Ik heb ook echt totaal geen instructies gelezen. De controls zijn wel even wennen. Nou, instructies lezen helpt ook. Maar er staan dus standaard 40 games op. Arcade liefhebbers zullen de meeste wel herkennen, denk ik zo. Ik ken alleen Bubble Bobble en stond er op Galaga, nee, Trackman. Ik denk dat jij wel meer kent hoor. Ja? De Ninja Kids. Oh, wat is dat? Kids. Oh, is een beat'em-up. Beat'em-up. Ik ken iemand die is er heel fan van. Ja, dit is Hey, die Darius Gayden, is dat ook niet die we op de Switch hebben? Dat is een shooter. Ja, maar die hebben we ook op de Switch al. Dus die, Ja. Bubble Symphony, zowel met bubbels. Is er ook Bubble Bobble? Ja, dat is van Taito. Dus wat is Bubble Memories? Ik vind het cool dat dit ook verlicht is. Ja, dat is wel heel cool, ja. Ik heb het idee dat daar ook licht uit komt, omhoog. Zullen we eens een kaartje erin doen, of wil je dat ding niet openmaken? Nou, dat kunnen we zo wel even doen. Ja, 40 games zo standaard. Daar is het volume. Light kan ook uit. Brightness kun je nog veranderen. Filters. Wat doet dat filter? Hoe ga ik terug? Laten we die eens proberen. Heb je Space Invaders toevallig? Ik zoek Space Invaders op. Ja. Weet je hoe dat eruit ziet? Dat is deze. Kijk, nou is het net echt. Ja, kan je niet eens zien. Maar kijk bijvoorbeeld deze van Bubble Bobble. Ja, laat nog eens een paar zien dan. Dat is wel Bobble. Dit is Elevator Action nog iets. Ja, kijk, dan zie je op de controls, weet je wel. Puzzle Bobble 2. Wat is dit? Geen idee. Maar ja, ja die maken het wel echt af met je arcade experience. Ja, nou, dat is wel heel tof. Dat is cool. Laten we even Space Invaders spelen dan. Niet mijn favoriet, zo. Mag ik eens spelen? Wil jij spelen? Jazeker, ja. Doe je ding. Hoe werkt dit? Ja, zoek hem eruit. Oh, wat zeg jij? Welke is schieten? Kom je zo achter. Zal ik jou eerst een paar credits geven? Ja, doe maar. Hoe doe ik dat? Zo. Oh. Oh. Hoe begin ik nou? Volgens mij begint hij nu. Of niet? Oh. Doe je best, hè? Oh. Ik raak helemaal niks. Oh mijn god. Oh, dit speelt heel fijn. Leuk. Oeh, zag je dat? Zo, nu ben je dat. We hebben het allercoolste namelijk nog niet laten zien. En dan weet ik niet hoe dat werkt, want we hebben natuurlijk weer niks gelezen. Oh, je kan het scherm kun je draaien. Ja. Als je bijvoorbeeld een beat'em up speelt, dat het scherm van links naar rechts wat groter is dan... het geluid... Dit is voor de joystick. Dan kun je hem op 8-way of 4-way zetten. Ligt er net aan wat je speelt. Maar je kunt dus dit scherm kantelen. Voorzichtig, joh. Ik doe heel voorzichtig. Hij rap zo het hele scherm. Ik rap zo het hele scherm eruit. Oh, wacht. Kan ik indrukken. Huh? Kijk. Oh.
Wow! En als je dan het scherm gedraaid? Ja, als je verticale shooters wil spelen of dat soort games, dan kun je het scherm dus gewoon draaien. En dan heb je in één keer een horizontaal scherm. Dat is wel heel cool. Ja, dat is echt super cool. Ik ben benieuwd of we verstaanbaar zijn onder dat muziekje. Kijk nou, dat werkt gewoon. Dat is echt heel vet. Oh! Vandaag kan ik zachter. Ja, helemaal. Uitgevonden. Oh, hij laat zelfs op het scherm zien hoe je eigenlijk het scherm moet hebben voor die. Dus ik was naar Ja, dat je hem kan. Ja. Ja, dat is helemaal fout eigenlijk. Ja, dacht ik al. Daarom ging het ook zo goed. Ja, dat dacht ik al. Maar dit is de Egret 2 van Taito. Verkrijgbaar via Strictly Limited Games en nu dus ook via ons. En koop je een Egret, dan heb je geen regret. Ja, maar grappig. Ik voelde jouw stomme humor aankomen. Nee, tof ding. Vet cool.